Frank, jij hebt er een wedstrijd van KV Mechelen uitgepikt. Ja, KV Mechelen, ja, eind jaren 80 was dat misschien wel een van de betere ploegen van Europa, zonder twijfel zelfs. Maar Nederland regeerde toen, je moet zien, in 1988 EK gewonnen door Nederland. Dat jaar ook finale met Ajax tegen KV Mechelen. En dan heb ik ook nog PSV, dat Europabeker 1 mond. Dus Oranje was baas, want KV Mechelen was ook half Oranje met 4-5 spelers. Mm-hmm. De coach, Adem Mos, was een Nederlander. En dus dan plots, kun je je voorstellen dat dus Nederland en België de finalisten, of de winnaars van de finales van een Europabeker levert. Ja, dat is onvoorstelbaar. En die speelden dan tegen elkaar. KV Mechelen in die heenmatch was sterk, gaan we nog wel naar bekijken. Maar KV Mechelen was op dat moment, hadden wij het gevoel, zeker in Mechelen hadden ze dat gevoel, de beste ploeg van de wereld. Die konden alles en iedereen aan. En dat was wat straf. Nu, als je 100 mensen een match van KV Mechelen laat kiezen, dan gaan ze kiezen voor de finale van Europa Cup 2. Maar dit was een veel betere wedstrijd. En je hebt gekozen voor die match tegen PSV, omdat de kwaliteit hoger lag? Ja, hoger. En ook omdat je verslaat dan de Europabeker, de landskampioenenwinnaar, EC1. Dat was straf. Dat is de Champions League winnaar eigenlijk. Hè. En Nederland-België, dat speelt dan ook nog een rol. Hè. Ook tegen Ajax uiteraard. Maar dat was een veel slechtere wedstrijd. Het was een matige wedstrijd, zeer spannend. Daar toen in Straatsburg met dat doelpunt aangebracht door Ochanna en Pietenboer die hem binnentrapt. Maar dat was formidabel. Maar die match nadien, dat gaf het gevoel van suprematie in de wereld bijna. Van KV Mechelen, daar staan ze. En, dat was de eerste keer dat ze Europees speelden in dat seizoen tegen Ajax. En plots wonnen ze al. Dat is zeer uniek. Dat je als debutant in een Europese competitie ook meteen die Europabeker wint. En dan, ze hebben dan nog spelers bijgekocht. Hè, want Mechelen wint die Europabeker. Ze hebben dan nog Versavel bijgekocht. En dat zijn toch serieuze spelers. Johnny Postman is er ook bijgekomen. Ze zagen niet op een Frank. Natuurlijk, nadien is het bergaf gegaan. Hij heeft Anderlecht KV Mechelen leeggekocht. En dan was het een beetje gedaan met het grote KV Mechelen. Maar ze zijn weer komende. Dat is waar. We rekenen toen nog in franken en niet in euro's. Hè. We moeten natuurlijk die aanleiding voor die Supercup toch nog eens tonen, waar je over praat, over die finale tegen Ajax. Gaan we heel kort erdoor jagen in een seconde of 45. Ochanna. Ja, daar is hij. En daar is de goal. Pietenboer heet hij. Ik hoop dat Rinus Michels meekijkt. Alla Bosman. Want dat is voor mij iemand die men minstens op de bank moet hebben in Duitsland. En Ochanna, meneer Ochanna, als je dat allemaal kan, dan snel. En dan precies alle Bosman, ten Boer inlopen, kan je niet stoppen. Zelfs geen Larsson. En zo stonden Leij Kleisters en Adem Mos in Straatsburg te pronken met Europabeker. Twee heel veel vreugde. Dit zijn dan weer beelden uit het Neckarstadion in Stuttgart. De finale van Europa Cup 1, PSV tegen Benfica, strafschoppen. En PSV gaat die winnen met 6-5 na deze redding van Hans van Breukelen. Nederlandse ploeg wint Europa Cup 1, Belgische ploeg wint Europa Cup 2. Met Erik Gerrits trouwens bij die Nederlanders. Dus krijgen we die ook tegen elkaar. Hè. Die wedstrijd wordt gespeeld en dat viel mij wel op. In februari. In februari, ja. 1 en 8 februari. Ja, Supercup is vaak in de zomer gespeeld, in één wedstrijd. Toen was dat nog in twee wedstrijden. Dit is de heenmatch. Ja, dan hebben ze een datum moeten vinden, zeker. En dat was eigenlijk, het seizoen was al volop bezig. Hè. Want KV Mechelen speelde toen ook Europees. Hij heeft toen Anderlecht verslagen trouwens in dat seizoen met 0-2. Dat was echt de overdracht van de macht richting KV Mechelen. Wat dan nadien zeer teniet is gegaan door het geld van Anderlecht uit. Ja. Ik moet eerlijk zijn, Frank, ik had nooit aan die wedstrijd gedacht tot jij hem ophaalde en toen daagde alles weer Maar ik herinner me, dat was ook met omkadering en René van der Rijken die mij co-commentaar gaf en zo. Dat was, ik herinner me die match goed, was in Mechelen, was eigenlijk maar 6.000-7.000 man in dat stadion. Hè. En dat was zo, KV Mechelen, dat was toen een enorm gevoel. Zo, van, weet jij dat nog, Gert? Dus ook met naar de wedstrijd te kijken, dat er heel veel dingen terugkomen natuurlijk. Goed, ik was nog maar een jonge gast natuurlijk, die nog wel andere dingen aan zijn hoofd had toen dan voetbal kijken. Ook al was ik zelf aan het voetballen natuurlijk ook als jonge gast. Maar toch, het is niet dat je toen naar al die wedstrijden keek. Maar dit, je herinnert dat ergens zit dat nog wel, maar het is pas door het terug te zien dat het, dat het helemaal terugkomt. Pietenboer wordt daar vermeld door Erik de Zalig dat hij mee naar het EK moest. Mm-hmm. Wat dan later op het jaar gebeurde. Maar is er nooit bijgeraakt, Pietenboer. Nee, Nederland werd wel Europese kampioen. Ja. Van Basten, Bosman, die erbij was ook. Die ploeg van
KV Mechelen. Wat was daar de kracht van? We gaan die opstelling nog eens bekijken. Is dat vooral het geheel? De puzzelstukken die in elkaar klikten? Ja, dat was bijzonder goed in elkaar gepast. Iedereen werkte voor elkaar. Je ziet echt Sanders was de beste, maar misschien wel Emmers. Koeman, Bosman in deze opstelling. Piet den Boer was ook een heel goeie. Prudhomme in de goal. En daarnaast ook een aantal soldaten. Die misschien niet de nationale ploeg haalden, maar die echt wel erg goed waren. Hofkes, ook niet te vergeten. Die speelde al zeer lang in België, bij Anderlecht. Mm-hmm. Bij Bever heeft hij gespeeld. Was een fantastisch goede voetballer. Eigenlijk onderschat, tweevoetig. Kon op alle posities spelen. Kwaliteit aan de bal, zeker. Maar ook loopvermogen. Mm-hmm. Vooral ook van die baks. Sanders. Voorlopers misschien. Dat was toen ook al wel offensieve baks. Alle twee, langs twee kanten. Sanders en Versavel. Ja, een paar jaar later heb jij nog tegen veel van die mannen gespeeld. Tuurlijk, ja. Ik was... dat is wel de jaren dat ik begonnen ben. Ik ben in 88 naar Anderlecht gegaan. Dus dat was wel het begin van mijn profcarrière. Hm. Ik mis een naam in die opstelling. Een monument. Lijklijster. Ja, die was geblesseerd aan de knieën. Ik denk dat hij door Michel de Grote geblesseerd was. Is dan zeer lang oud geweest. En dan moest Emmers terugschuiven. Want dat was eigenlijk een middenvelder Emmers. Maar die was zeer veelzijdig, technisch goed. Goede positiespel. Maar Kleisters was ook een uitstekende verdediger, weet het uiteraard. Maar die was zeer lang oud met die knieblessure. Dat is ook een hele rel geweest tussen de Grote en Kleisters. Want die miste eigenlijk zeer veel matchen. Het was wel gouden schoen toen hij in het gips lag, kreeg hij de gouden schoen. Gelijk Kleisters, de enige keer dat hij hem gewonnen heeft. En zeer verdiend trouwens. Ja, hij heeft niet gespeeld op die avond, maar was er uiteraard wel. En wie er ook was, Mark Uytterhoven. En Kleisters en Uytterhoven die vonden elkaar voor de match. Jullie missen eigenlijk maar één man en dat is Lijk Leijsters. Dat is natuurlijk een enorme verzwakking. Dat ga je zelf niet toegeven, maar dat is wel zo. Hè? Ja, zwaar verzwakt zijn wij, moet ik zeggen. PSV heeft er 7 gekwetst, maar we hebben er maar 1. Maar in evenredigheid zijn we zeker zoveel gekwetst als hun. Hoe voelen spelers zich eigenlijk zo vlak voor deze partij? Heeft de Mos die nu zwaar... Ik denk wel dat hij zijn aangepakt heeft. En hoe doet hij dat dan? Nou, een beetje motiveren in de kleedkamer. Een beetje moeilijk maken, een beetje uitlachen, sommigen een beetje naar hun voeten geven. Maar je ziet het op hun gezichten, dus van de Nederlanders, die willen absoluut winnen natuurlijk. Hè. En Gerrits ook, hè? De Limburger ook. Hè? Ja, dat weet ik wel. Ja, die Supercup werd dus in 2 matchen gespeeld. De heenmatch achter de kazerne in Mechelen. En daar gaan we nog eens naar kijken. We hebben die match gevonden in het archief van de VRT. Helemaal onderaan in een kastje rechts. Daar is een lade vergeten gloriemomenten. En in die lade hebben we ook Alain Konings gevonden. Onder een laagje stof. Ja, dames en heren. Wij zitten hier boven in de tribune. Want inderdaad, ik ben hier niet alleen. Voor de gelegenheid, voor de eerste keer trouwens... heb ik een gastcommentator naast mij, dat is René van der Rijken. René, het is een ideaal weertje lijkt het mij. Hè? Hier aan de grasmat ligt er ook goed bij te voetballen. Ja, het is dus tamelijk fris hier wel in het stadion, maar het is heel droog, dus ideaal voetbalweer. En daar zijn ze vertrokken met een lange bal, direct al van Koeman, Erwin, richting broer Ronald Koeman, de Wilde. Die zich al knap vrij maakt, even tijd krijgt, teruglegt Bosman. U ziet het, KV Mechelen gaat er van meet af aan in en zo te zien PSV ook. Eerste zware trap al, René. Ja, dus duidelijk toch niet alleen een vriendenwedstrijd of een prestigeduel. En ik denk dat dat nog verder gaat doorwerken in de loop van de wedstrijd. Die kleine hakeleien die er in het begin van de wedstrijd gebeuren. Misschien een ingestudeerd nummertje. De Mos trainer, de Mos in perfectionist. Voilà, naar rechts. Emmers. Opnieuw Emmers. Dan is Piet den Boer in de eerste kans. En Nervi werkt weg. Een goede start hier voor KV Mechelen. Ruim 1 minuut gespeeld. Hofkens, ze blijven komen Mechelen en daar gaat die bal buiten. Ze kennen elkaar natuurlijk ook door en door, die twee ploegen, de spelers. Ja, zowel voor de ploegen als voor de trainers. Ik denk niet dat er nog veel geheimen bestaan op tactisch gebied. Dus het zal echt moeten komen, denk ik, vandaag van individuele acties ergens die een opening kunnen creëren. Bosman die doorkoopt, de Boer erachteraan en een nieuwe hoekschop. En opnieuw Koeman, het is bekend, die hoekschoppen worden bijzonder goed verzorgd bij KV Mechelen. Atemos hamert daarop, oefent daarop. Daar staat Rutjes klaar. Bijna Rutjes, de Boer, omhaal van Bosman. En een hele mooie fase, gered nog door Doelman Lodewijks. Een schitterende omhaal natuurlijk en daar bewijst men toch weer eens dat het instuderen van hoekschoppen en vrijschoppen enorm belangrijk is.
PSV toch voorzichtiger dan KV Mechelen. Ja, er wordt dus vooral rustig gespeeld van achteruit bij PSV, waar men toch nog rekent op die lange voorzet van Ronald Koeman. Maar ik denk dat dat moeilijk gaat worden vandaag, omdat ook de spelers heel kort gedekt worden. Koeman de mesmaker, Polleke op links, snel. Gerrits komt, voorzet, de boeken van net niet bij, Veldman dan. De Wilde die teruglegt, schot voor Zabel, mooi schot. Dan een goede reactie, al was het dan in twee tijden van doelman Lodewijks. Toch wat druk nu. PSV, Romario met handschoenen aan, Braziliaan. Ah kijk, dat nummertje. Bal was buiten. Wim Hofkes met een vrije trap. Oplemmers. Hofkes weer, nu misschien toch de tweede paal zoeken. Daar is de boel. Bosman, en nu moet het gebeuren. 1-0 na 16 minuten verdiend. En typisch weer op een stilstaande fase. Mooi nummertje ingestudeerd. We gaan dat in herhaling te zien krijgen, René. Vreugde bij het publiek natuurlijk. Mechelen op voorsprong. Ja, het was een mooie voorzet. Waar Piet den Boer dus met het hoofd naartoe gaat, die iets gemist wordt. En daar is het twijfelachtig of Piet de bal raakt of dan wel niet. Of Bosman buitenspel staat. Maar al bij al een schitterend en verdiend doelpunt ook, denk ik, tot nu toe. Nog eens vanuit een ander standpunt. De Boer heeft de bal volgens mij niet geraakt. Nee, ik denk het ook niet. Dus ik denk dat de grensrechter en de scheidsrechter bij het rechte eind hadden hier. Doelpunt van Bosman na 16 minuten. KV Mechelen 1-0 voor, verdiend. En het publiek wil meer. Daar komen ze met Mark Emmers. En nu 1-2 met Emmers. Jawel, hakje naar de Wilde, groot. En een tweede doelpunt. Schitterend doelpunt. 2 minuten, 2 doelpunten. En wat voor een doelpunt. Mark Emmers, een boer. En dan de Wilde. Prachtig. Waar toch weer tot uiting komt hoe belangrijk een opkomende libero is. Eens die vrijgespeeld wordt in het middenveld en dan een spits kan aanspelen. Schitterende schuiver die nog wel iets afgeweerd wordt door de voet van Lerby, geloof ik. Ja, het opbouwend werk krijgen we jammer genoeg niet meer te zien, maar we zien wel de afwerking. Maar het begon allemaal met Emmers. Vanenburg naar Lerby. En daar loopt het wel goed. Koeman, een schot. En het was wel een hele mooie combinatie. Valks. Op Vanenburg. Mooi, Erik Gerrit, kans. Ja, en dan schitterend Predom. Nog Gerrit. En uiteindelijk Rutjes, dat was een doelpunt waard. Dat was een doelpunt waard, een schitterende voorzet waar Erik met zijn gekende geestdrift op inkwam. Koeman. Van heel ver. En kijk eens wat voor een knal dat was. Met effect. Ja, dat was natuurlijk van op die afstand de bal toch nog een zeker effect meegeven. Met die kracht is dus ongelooflijk. Ik denk dat er weinig spelers zijn die zo'n schot in de voeten hebben zoals Koeman natuurlijk. Ingwe Hofkes, wij zijn in de laatste seconde van de eerste helft intussen. Boer nog en Ronald Koeman. Ik geloof dat we heel tevreden mogen zijn over deze eerste helft, René. Ik denk het wel. Dus na de heel goede start van KV Mechelen werden ze dan beloond toch met de twee doelpunten. Waarna ze een beetje gas teruggenomen hebben, denk ik. En PSV langzaam in de wedstrijd gekomen is. 2-0 dus aan de rust. En ik geef het woord aan Mark Uitroeven. Pascal, Eén vraagje. Mooi goaltje. Ja, dacht ik wel. Was het de bedoeling om naar die hoek te schoppen? Ja, of was het de bedoeling, maar heeft dat nog rechtjes aangeraakt, geloof ik. Het is toch gedeviëerd, hè? Piet, mag ik nog één vraagje aan jou? De vraag is, heb jij die bal eigenlijk geraakt bij dat eerste doelpunt? Ja, met mijn hoofd. Bedankt. Supporters blijven goed hun best doen om hun ploeg aan te moedigen. Je kan dat horen. Het is ook nodig. En daar een goede opening naar Versavel. Piet komt binnengelopen, maar het gaat naar Bosman. En dat is het resultaat. Schitterende combinatie op links natuurlijk weer. Waar Piet den Boer nogmaals naar de eerste paal loopt en de bal doorlaat voor Bosman.
die maar binnen te tikken heeft. Zijn tweede doelpunt hier vanavond. Bolleke de mesmaker, daar is het allemaal begonnen. Versavel goed meegekomen. Krijgt de tijd om te kijken. Piet in Boer komt naar binnen gelopen en dan staat daar Bosman. En die hoeft maar binnen te schuiven. Alhoewel het toch nog moeilijker was dan het in eerste instantie bleek, denk ik. Maar u ziet het, de wisselwerking bij KV Mechelen op de flanken. Of het op rechts gebeurt met Koen Sanders, Pascal de Wilde. En op links hier met Paul de Mesmaker en Versavel. Die is perfect, zou ik zeggen. Zowel verdedigend als aanvallend. En men trok Erik Gerrits helemaal weg van de flank. Erik die met Paul de Mesmaker moest meegaan. En daardoor moest Vanenburg iets meer verdedigen op Versavel. En dat was dan de schakel die ontbrak. De Mos mag ten beide zijn. Bosman, daar gaat Paul de Mesmaker. Lodewijks ver uitgekomen. Overtreding nu. De Wilde op Gerrits. Hij heeft laten doorspelen, ja, balvoordeel. Schitterend gespeeld natuurlijk van Piet den Boer op Pascal de Wilde. Maar ook schitterend gefloten van de scheidsrechter, denk ik. Die deze fase heel goed had aangevoeld en het voordeel liet gelden. De Mesmaker op de doelman. Dan leek dat mijn overtreding, maar inderdaad, er mag voortgespeeld worden. En Gerrits toch weer, die nog in de baan van de bal gaat liggen. Ja, het was dus wel de Mesmaker die de bal doorspeelde en niet Piet den Boer naar de Wilde. Daar hebben we nog eens Pascal de Wilde en de voet van Gerrits. Ja, en Erwin Koeman komt er nu af. En Geert de Ferm loopt in zijn plaats hier het veld in. Ja, een mooie reflex ook van de doelman natuurlijk. Ja, op die schitterende omhaal van Piet den Boer toch weer. En zo Bosman. Buitenspel, Romario. Goed bekeken. Goed bekeken van Rutjes natuurlijk. Die misschien een zuivere snelle niet zou tekort komen tegen Romario. Maar met die meter naar voren te lopen en in buitenspelpositie bracht. En dat kan wel gevaarlijk worden met Gielhuis. Maar ook daar reageerde Rutjes goed door niet onmiddellijk Gielhuis aan te vallen. Via Gerrits in hoekschop. Dat wordt weer uitkijken. En als Rutjes nu meegaat, dan komt Sanders tot bij Romario. Dat wordt allemaal Sanders prachtig ingevuld. Ja, Sanders die bij Romario komt. Maar wat nog opvallender is voor mij, dat is dan dat op dat ogenblik, als er een hoekschop van op rechts getrapt wordt, de Mesmaker libero wordt. En opnieuw een prachtige fase weer. Een prachtige bal van die Lodewijks. Vervanger van Breukelen, dus dat is nauwelijks te zien. De Mesmaker. Ja. Dat is natuurlijk overlopen van vertrouwen en van klassen ook. En nu Sanders nog en die blijft gaan. Koen Sanders terugleggen. De Boer die mist nog. Opgeret. Het was natuurlijk verrassend moeilijk. Heel moeilijk om die bal die toch iets achter hem kwam, die afgeweerd werd in eerste instantie, om die in één tijd een doel te deponeren. Ronald Koeman. Romario, toch met een nummertje. We hebben hem weinig gezien. Elderman naar Gielhuis. Daar is Koeman. Goed doorgestoken. Vanenburg op de kleine ruimte. Kan hij misschien wat forceren? En een kans voor Nervi. Na 33 minuten in de tweede helft. Toch een opening voor PSV. Een grote fout eigenlijk wel in de Mechelse defensie. Waar er toch 2-3 spelers aan de tweede paal vrijkwamen. Want achter Lerby stond Romario ook nog alleen.
op dit ogenblik is natuurlijk voor KV het belangrijkste dat ze geen tegendoelpunten meer zullen krijgen in het vooruitzicht van de terugwedstrijd. De Boer weer, Rutjes nu zelfs, bijna scorend. Kwam daar in botsing, pijnlijke botsing zo te zien. De vrije trap, de Boer even en dan Rutjes met zijn heel sterk hoofd. En u ziet de voet vooruit van Gilaus tegen de borst van deze Graham Rutjes. De mesmaker. Ook sterk. Ja, dus zelfs op de kleine ruimte durft hij nog naar 2-3 spelers toe gaan om een opening te creëren ergens. Heel moeilijk af te stoppen, Paul de mesmaker. Goeie tackle van Versavel. De mesmaker, Versavel. Het loopt weer lekker. Kijk eens naar Pascal de Wilde. Bosman bij de tweede paal. Daar is hij, Bosman. En nog net Veldman. Schitterende aanval weer. Supporters zijn aan het aftellen, de laatste seconde, de 45 minuten zijn rond intussen. Misschien nog een doelpunt, wie weet, de mesmaker die daar onderuit wordt gehaald. Ja, ongelooflijk toch nog met welke snelheid, bal aan de voet, Polleke zich in de laatste minuut nog voortbeweegt. En dus nog een vrije trap, want het was buiten het strafschopgebied. En nu houden we uiteraard Rutjes, de Boer en Bosman nog in het oog. Wie weet wordt het nog op de valreep 4-0. De laatste fase uit deze heenwedstrijd in de Supercup. Voor KV Mechelen. Den Boer. En over. 3-0. Dat moet kunnen volstaan. Dat moet volstaan, denk ik. Zeker als men weet welk sterk geheel KV Mechelen toch is. Dus zij kunnen zelfs een positief resultaat halen. Op het veld van PSV volgende week. Het is afgelopen, dames en heren. 3-0 dus. Ja, het grote Malinois, dat mogen we wel zeggen. Het was een pletwals in die match. Ja, dat was een veel betere wedstrijd dan die finale tegen Ajax. Om, zeker in samenvatting, ja, is het een feest. Hè? Je ziet, ze spelen ook aanvallend voetbal. Want je moet weten, in die periode werd er vrij negatief gevoetbald. Hè? Je moet denken aan het WK van 1990 bijvoorbeeld, gewonnen door Duitsland. Dat er gebeurde niks. Hè. Dat is altijd stil. Ook die finale PSV tegen Benfica. Dat gebeurde echt 120 minuten. Was dan naar stilstaand water kijken. Maar deze wedstrijd, aanvallend voetbal, onder impuls van Ade Mos, was echt wel om van te genieten. Ja, en terugspelen op een keeper die de bal nog in zijn handen mag. Ja, ja, natuurlijk. Dat remt ook het spel continu. Hè. Mm-hmm. Het spel wordt altijd onderbroken. Je kan altijd terugspelen, ook in de moeilijkste omstandigheden. En dan heeft hij de bal en dan gaan die aanvallers nooit druk zetten. Hè. Die lopen terug. Ja, terechte 3-0-overwinning. Het had 5-0, 6-0 of 6-1, 7-1 kunnen zijn. Ja. Maar je twijfelt aan de rechtsheldigheid van dat eerste doelpunt. Ja, dat eerste doelpunt, als we dat zouden beleven in vaarttijden, dat zou echt een kluif zijn voor ons in extra time. Dit is al nauwelijks een overtreding, denk ik. Hier is het al gebeurd. Kijk, hier, dit is een overtreding. Oké, heel licht, daar zou de VAR niet ingrijpen. Maar nu, die bal komt dan voor de goal. Komt terug bij Hofkes. Rechts, links, maakt hem allemaal niet uit. Wim Hofkes woont in Antwerpen ondertussen. En dan wordt die bal aangeraakt door Piet den Boer. En in het interviewtje dat we daarnet mochten bekijken, zie je... Ja, dat is niet met zijn hoofd. Dat is zeer, zeer waarschijnlijk met zijn hand. Dus handspel en misschien ook nog buitenspel van Bosman. Maar dat kunnen we niet zien, want de wedstrijd werd met een zeer beperkt aantal camera's gefilmd. Maar nu zou dat ja, talk of the town zijn, maar dit gaat gewoon door. Niemand protesteert. Het is goal. Maar je zag aan Piet den Boer... Hij zei net iets te vlug, ja, met mijn hoofd. Ja, hij anticipeert eigenlijk op de vragen. Overtredingen nu niet specifiek in deze wedstrijd, misschien een paar. Ja. De overtredingen die ook nu niet meer zouden passeren. Ja. Gewoon, nee, keihard soms. Dof, hè. Ja. En nou, goed, je moet alles in zijn tijdsgeest doen. Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Er zijn ook inderdaad die terugspeelbal. Ja, dat is verboden of op een andere manier ingevuld. Sinds 1992, toen mocht dat nog wel. Hè. En dat zag je echt wel. Het spel valt altijd stil. En nu kun je hoog druk zetten en gaat het spel eigenlijk sneller. En het is een zeer goed idee geweest om die terugspeelbal op een andere manier te laten gebeuren. Ja. Wie was voor jou de man van de match, Frank? Ik vond Pascal de Wilde goed, ik vond Johnny Bosman goed, Piet den Boer. Maar misschien wel Polleke de Mesmaker. Ja, Polleke de Mesmaker heeft 8 jaar bij KV Mechelen gespeeld. Was eigenlijk geen echte basisspeler. Maar hij had zijn dag
En ja, die dag was bijvoorbeeld tegen PSV. Hij heeft maar 6 goals gemaakt, hè, in zijn 8 seizoenen. KV Mechelen is dan naar Capelle gegaan. Maar hier zie je, hij loopt iedereen eraf. Deze voorzet is goed. Hij kon links en rechts passeren. Hè. Polke de mes maken. Hij had zoiets, ja, het was zo Hazard van Den Aldi, zou ik zeggen. Want hij is minder goed, uiteraard. Maar hij had zowel die lopen maar achteraan. Hè. Hij ging snel, tweevoetig. Gerrits toch niet de minste. Had recht wel zijn problemen mee. Polke kwam van RWDM. Frankie van der Elst zal hem zeer goed kennen. En ja, hij had ook wel af en toe een goede paas. Niet echt een super traptechniek, maar hier ook... kijk. Zet dat balletje goed naar Versavel. En dan krijg je toch weer een enorme kans en een doelpunt zelfs van Johnny Bosman. Polke was ook zeer sympathiek. Bijna naïef, goed. En door zeer veel blessures, vooral zijn knie, heeft hij het niet helemaal kunnen maken. De Nil, de Wilde, dat zijn allemaal van die mannen die zo'n beetje... in de schaduw van de vedette stonden bij KV Mechelen. Want ja, Koeman en dan Bosman, later Emmers, noem maar op. Rutjes, Albert is ook nog gekomen. Maar de Wilde en Polke, de mismaker, deden mee tegen Ajax. En ook in deze match tegen PSV. En hadden toen eigenlijk hun beste momenten. Hè. De Wilde was veel sterker. Polke was kwetsbaar. Hier zie je die Veldman, ook een jonge jongen daar op de linksachter bij PSV. Die moet hem echt kiel halen. Hè. En Polke was boos, maar Polke heeft... zeer veel pijn gehad aan zijn knieën, zoals hier. En jammer nog niet de carrière kunnen maken die er misschien wel in zat. Ja, Paul de Mesmaker, de Hazard van den Aldi. Goedkoop, maar zeer degelijk. Nee, maar te veel geblesseerd. Want hij is meer dan een voetnoot bij KV Mechelen, vind ik. Mm-hmm. We zagen in die match ook wel, hè, Canada, dat is zo van centrale verdedigers. Hè. Emmers die dan achter Jan centraal speelde omdat Kleisters gekwetst was. Hoe vaak dat hij inschuift op dat middenveld om daar mee te spelen. Koeman dan, PSV, ook inschuiven. Ja. Rustig op dat middenveld, wat meespelen. Ja. Ja, dat is ook iets dat je nu toch niet ziet. Maar dat was allemaal... Ja. Ik wou net de vergelijking maken met de match die we vorige week hier zagen. Hè. Club tegen Borussia Dortmund, hetzelfde tijdperk. Hij was 87, dit is 89. Ja, Broos speelt daar als een ouderwetse libero, weliswaar in een drie-mansverdediging. Maar dit is modern. Hè. Emmers was natuurlijk een heel ander voetballer dan Hugo Broos, was een mandekker. Hè. Maar hier, we zien hier Emmers, de opzet die ging echt door. Er was natuurlijk een middenvelder die omgeschoten was tot centrale verdediger, uit noodzaak. En hier hakje, hij deed dat allemaal zeer netjes, doelpunt. Ja, Emmers was een goede voetballer. Hè? Dus nadien ook verhuisd naar Anderlecht, goede carrière gemaakt. En hier nog eens. En dit is ook zeer opvallend. Dit zou nu geen buitenspel meer zijn. Constantis komt terug. Ja. Dus dat zijn allemaal regels. Die vlag onmiddellijk omhoog gaan en je denkt waarom. Ja, die regels zijn allemaal veranderd. En dan Ronald Koeman, dat was meer de man die het spel verdeelde van op de libero, heette dat toen echt nog wel, centrale verdediger. Had een fantastische traptechniek. En hij was toen al verkocht aan Barcelona voor zeer veel geld. Miljoenen franken. En hij verdeelde het spel. Hij was spelmaker van op de libero en is dat dan nadien ook bij Barcelona geworden. Hij is trouwens de centrale verdediger, of de verdediger die het meest gescoord heeft van alle spelers ter wereld. 253 goals heeft hij gemaakt. Waren ook wel bij als middenvelder, veronderstel ik, want daar heeft hij ook gelopen. Hij heeft natuurlijk grote clubs gehad, maar Koeman met die enorme knal. Ja, en de man heeft nu hartproblemen gehad, een tijdje geleden. Maar je ziet die power en tegelijkertijd ook wel de finesse in het trappen. Hij combineerde dat. Hè. En hij zag het goed. Hè. Hij was niet de sterkste verdediger man op man, maar wel van goudwaarde in de opbouw. Hè. Dat zie je aan dit spel van Ronald Koeman. Had toen al getekend met Barcelona? Ja, toen getekend. Op dat moment? Ja, tuurlijk. Dat was geregeld door Ger Lagendijk. Mm-hmm. De manager, de makelaar toen van het moment in Europa, zeker in België en Nederland. Ja, heeft Barcelona ook de Champions League bezorgd? Ja, zeker. In 92 met een geweldige knal. Ja, een schitterende knal tegen Sampdoria Genua. Dus ook zo, hij had gewoon die power. Hè. En dat was toen de match, de Supercup, was de aanloop voor zijn transfer. En mocht het seizoen nog uitdoen bij PSV, moest zien dat hij niet geblesseerd raakte. En dan heeft hij toch een geweldige periode gehad bij Barcelona onder leiding van Johan Cruijff. We zagen hem daar over de reclamepanelen. En het is Paluca, geloof ik, tussen de palen die de bal toch wel ziet komen eigenlijk. Een beetje laat, maar zo hard. En met tegelijkertijd ook een soort effect trapt hij hem tegen de netten.
Ja. Enige goal van de match. Mm-hmm. Je hebt de naam Lagendijk laten vallen, Frank. Gert Lagendijk, ja. Manager van heel veel spelers van KV Mechelen, op dat moment ook van spelers van PSV. Een grote naam in het managerswereldje. Jij wou een interview van hem terugzien. Ja, dat is tijdens de rust afgenomen door Mark Uitroef. En een kritische journalistiek bestond toen ook al. Dat is een heel goed interviewtje eigenlijk met Gert Lagendijk, die eigenlijk alles regelde bij KV Mechelen. Want Elio Ganna, de held van de match tegen Ajax, toch een beetje... Die is gewoon afgevoerd omdat Johnny Bosman dan werd overgenomen. En ja, het was een oranje suprematie, dominantie. En Ganna hebben we eigenlijk niet meer teruggezien. Die is dan in de vrouwen en in de drank gegaan, omdat hij niet meer mocht meespelen. Want er mochten toen nog maar 3 buitenlanders meedoen, tenzij ze langer dan 5 seizoenen in ons land speelden. En Lagendijk had ook aan PSV een aantal mannen in de hand. Had ook natuurlijk Koeman naar Barcelona gedaan. Maar de man deed het allemaal eigenlijk gratis, zei hij zelf. Maar hij zegt, de Moji Bayat, zeg maar, van zijn tijd, het is allemaal niet nieuw wat er nu gebeurt. Hè, met Velkovic, Bayat en Liechtenstein en al die andere makelaars. Ja, en Lagendijk, die zat bij KV Mechelen, maar dan is de hele boel verhuisd naar Anderlecht. Een paar jaar later, Albert is dan op meegegaan, Rutjes, Emmers, Bosman, De Mos. Dat is allemaal geregeld door Lagendijk. En die had een bureau op Mechelen en had die op Anderlecht. Dus dat was toen ook al... Maar je moet dat interviewen, inderdaad. Ja, we gaan het dadelijk tonen, maar ik zag hem lachen toen je zei van Ohana aan de drank en de vrouwen. Maar ik heb Ohana nog, ik spreek over een aantal jaar terug, voorzitter, trainer van de U19 geweest van Israël. Ik weet niet nu. Ik dacht in Dancing High Street. Nee, en daarom heb ik nog wel eens mee gesproken. Hij is nu voorzitter van een club, Maccabi Haifa, denk ik. Ja. Ja. We gaan eens luisteren naar dat interview van Mark Uiterhoeven met Ger Lagendijk. Wat is eigenlijk uw rol precies bij KV Mechelen? Want van John Cordier en van Adem Mos weten we wel ondertussen wat ze waard zijn voor de club. Maar er wordt wel eens gezegd, haal Lagendijk weg bij Mechelen. En Mechelen valt als een kaartenhuisje in elkaar. Nou, daar geloof ik niet in. En ik denk dat die rol overschat wordt. Mijn rol bestaat het meeste uit het begeleiden van een aantal spelers. Zowel op financieel als op mentaal gebied. U heeft ongeveer de hele Mechelse ploeg in uw stal, als ik dat zo oneerbiedig mag uitdrukken. Nou, een aantal zitten erbij, maar dat klopt. Maar datzelfde geldt voor PSV. Inderdaad. En met PSV heeft u waarschijnlijk de transfer van uw carrière gemaakt, kort geleden, met Ronald Koeman bedoel ik dan? Nou, of dat de transfer van mijn carrière is, weet ik niet. Maar er zullen er ongetwijfeld nog meer komen. Speelt dat nu, dat dat zo'n enorm bedrag was, bedoel ik, speelt dat een enorme rol, louter financieel voor u? Of geeft dat voor uzelf ook binnen het makelaarswereldje een enorm prestige? Nou, zo heb ik het nog niet één moment gevoeld en ik geloof ook niet dat ik het zo zal voelen. En financieel heeft het geen enkele betekenis. Maar... Kom. Nee. Het is toch wel... Dat blijft men. U gaat ook niet zeggen dat u er niet beter van wordt? Dat hebben u inderdaad goed gezegd. Ik word daar niet. U wordt er helemaal niet beter van? Nee. Dan is het ook prestige, neem ik aan. Het is prestige wat heerlijk aanvoelt. Ja. Onverstoorbaar. Altijd even vriendelijk, maar iedereen in zijn portefeuille. Ja. Die man is wel vrij jong gestorven. Mm-hmm. Niet zoveel later, maar heeft wel een enorme invloed gehad toen op het KV Mechelen, het grote KV Mechelen dat we allemaal kennen. Ja, en zo'n dingen zeggen zonder rood te worden kunnen alleen makelaars. Dat was een prachtig interview, vond ik. Goed gedaan van Mark. Mm-hmm. Goed, nog één ding moeten we tonen. Die terugmatch, hè. Heel kort, want Mechelen heeft uiteindelijk die Supercup wel gewonnen. Ze hebben verloren in PSV met 1-0. Dit is een goal van Gilhouse, die scoort op een voorzet van Ellerman. Het enige doelpunt uit die match. Dus KV Mechelen staat op de erelijst van de Supercup en het is kapitein Michel Preud'homme die Supercup in ontvangst mag nemen op 8 februari 1999. Top of the world, hè, toen KV Mechelen.